Niet vanuit de studio's aan de Lonnestraat in Antwerpen, maar wel van op een terrasje hier op Gran Canaria. Eindelijk ben ik er dan. Welkom, dit is een nieuwe Meet in Holland van zondagavond 18 juni 2006. Zo dadelijk hoor je Boudewijn de Groot met Jimmy, maar we starten toepasselijk met de Sun Club en Fiesta de Los Tamborileros. Boudewijn de Groot en Jimmy, oftewel de eenzame fietser. Ik ben in elk geval zondagavond niet met de fiets naar hier gekomen, want Las Palmas ligt wel degelijk op een dikke 3000 kilometer van Brussel. Wat mag je de drie komende weken bij Meet in Holland verwachten? Kleine verslagjes en reportages uit Belgische en Nederlandse kroegen, maar ook uit een toprestaurant hier op de Jumbo. En dat is in Playa del Inglés. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar ik ga ook een auto huren en het eiland rondtoeren, zodat jullie daar ook verslagjes van krijgen. Gran Canaria is een van de Canarische eilanden, een vulkanische archipel in de Atlantische Oceaan, een 100 kilometer verwijderd van de noordwestkust van Afrika en het behoort tot Spanje. Dus waarom dan ook niet het heel toepasselijke? Hier is Bluff en Holiday in Spain. Ik kan nergens heen, ja, je hoort, het is hier een drukte van je welste. Wij komen van het strand en eigenlijk zijn we geen echte voetballiefhebbers. Dus wij weten ook helemaal niet hoeveel de stand is. We zijn te laat. Het is 2-0. We zijn te laat, het is al 2-0. We zijn in Gran Chaparral. Eén groot oranje feest hier. Alles oranje. Iedereen is blij. Net het tweede doelpunt gescoord. Ja, jullie horen het. Het is hier een WK-gekte van je welste. Het is vrijdag 17 juni. En inmiddels is het 2-0 voor Nederland. Nederland die speelt tegen... Tegen wie speelt Nederland vandaag? Ik weet niet tegen wie Nederland speelt. Daar hangt de bord van elkaar. Oké. Nederland die speelt vandaag dus tegen Ivoorkust. Allemaal vlaggetjes, oranje vlaggetjes. Iedereen is in het oranje, oranje boa's. Ondertussen zijn wij een beetje de WK-drukte weg. Wij zitten hier op een tafeltje apart van de echt lustige kijkers. En naast mij zit Diana van het Belgisch-Nederlandse blad uit Gran Canaria van de Hollandse Nieuwe. Dag Diana. Hoi. Hallo. Waarom zit je zo'n beetje apart van die drukte? Het is heel gezellig. Een van de mooiste jaargetijden is daadwerkelijk komen in februari of maart. Je hebt wel meer regen, maar dan is het eiland zo prachtig groen. De amandel bloeit. En amandelbloei ziet eruit als appelbloesem, maar heeft veel meer variaties van wit tot donkerroze. En dat is ontzettend mooi om te zien. Om die reden ben ik verliefd geworden op het eiland. En daarnaast kunt u alles vinden in de Hollandse Nieuwe. Dat kunt u vinden in het hotel bij het restaurant. Of u kunt het... Of in uw appartement. Er hangt een springkamer op. Jij bent lekker. Ze ziet eruit als een maiskorreltje. Dat was een springkamer. Die springde op me. Was even wennen. Maar goed, dat soort dingen gebeuren ook. Maar daarnaast... Ik wil geen reclame maken, maar het is echt een heel leuk plaatje. En ja, ga ervoor. Ga naar Gran Canaria. Geen gezeik. Wij gaan kijken naar www.hollandsenieuwe.com. Actualiteit en nieuws op het half uur. O-Radio Antwerpen. Dit is het O-Radio nieuws. Bonnie Sinclair, sla je arm om me heen. Het is nog steeds niet donker en ik sta hier met mijn voeten in het lauwe water van de Atlantische Oceaan met voor mij een donkere nacht tegemoet en achter mij de lichtjes van Playa del Inglés. En van hieruit wil ik afscheid van jullie nemen vanuit Gran Canaria. Volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan trekken wij met een auto de bergen in. En hoor je ook meer informatie over restaurant Dalis. Wij gaan eruit met Koopavond van Bob en Annie de Rooij. En hoe kan het ook anders? Heel toepasselijk. We like the party en dat gaan wij nu ook doen met de Venga Boys. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week en zonnige groetjes. Bye bye. Wat ben je aan het doen daar? Ja, ik sta hier gewoon. Zondagavond 25 juni, een nieuwe Meet in Holland vanuit Gran Canaria. Wij starten met Connie van den Bos en een paleis met gouden muren. Paleis
lijst met Gouden Muren van Conny van den Bos en Danny de Munk. Ik voel me zo verdomd alleen. Zoals jullie vorige week al hoorden, ging ik deze week met een auto het eiland rond. En dat hebben we dan ook gedaan. We zijn op dit moment in het plaatsje Agathe. En voor mij zouden wij een vinger des gods moeten zien. Dat is een rots die uit de zee steekt. Maar enkele maanden geleden, in november, is er een grote orkaan geweest. En de vinger des gods is verlamd en in de zee gevallen. En wij zien hier helemaal niks van. Het enige wat ik kan bedenken is dat dat ding het is. Die grote rots? Ja, dat die in zee stond. De foto was toch een hele lange, dunne, hoge vinger. Maar die stond toch in de zee, hè? Die stond in de zee. Dat heb ik gezien op een foto in ieder geval. Maar ik zie hem hier niet terug. Misschien was dat een beetje rots wat je daar net boven water ziet komen. Laten we dat voorstellen. Voilà, je hoort het. Er zijn nog bedrogen toeristen die hier komen naar de Dedo de Dios, de vinger des gods, die er dus niet meer is omwille van die orkaan in november. Wij bevinden zich dus nu op het noorden van het eiland. Het is hier in elk geval een flink stuk koeler dan bij ons in Playa in het zuiden. Straks hoor je ons nog in een gezellig restaurantje wat vorige week Diana van de Hollandse Nieuwe vertelde in Guayadeque. Dat is een groot restaurant. Ik ben heel erg benieuwd. Het is hier ook veel groener dan in het zuiden. Daarnet is hier een grote ferryboot vertrokken vanuit de haven van Agathe naar Tenerife. Ron, die zei daar straks in de auto van Tenerife, die heeft vandaag een dagje vrij. Want normaal moeten we hier Tenerife kunnen zien liggen met zijn vulkaan de Tijden. Maar omwille van de bewolking is het niet mogelijk om vandaag dus Tenerife te zien. Goed, wij gaan terug verder naar de muziek. Paul de Leeuw en Duizel mij. Inmiddels zijn wij al enkele uren verder. Je hoorde Automatic van Elise. En wij hebben het zeeniveau verlaten om naar het hoogste punt van Gran Canaria te gaan, waar wij op dit moment staan. Op de Pico de las Nieves, 1942 meter hoog. We bevinden ons een beetje tussen en boven de wolken, alsof we in een vliegtuig zitten met prachtig uitzicht op Rock Nublo. En ik heb me ook laten vertellen, hier staan zeer veel antennes en satellietschotels, dat hier de eerste signalen binnenkwamen van de Apollo-vluchten in de jaren 60, ook de eerste maanlanding dus. Een grote stap voor de mensheid, een kleine stap voor de mens. Wij gaan niet naar beneden stappen, de benzine is bijna op, hoewel de benzine hier heel goedkoop is op het eiland. Je betaalt ongeveer een 75 cent voor loodvrije benzine en 65 cent voor diesel. Het is maar dat je het weet. Wij gaan naar beneden. Wij gaan naar het plaatsje Guaya de Dek. En daar gaan we lekker eten. Tot zo dadelijk. Je hoort nu Ria Valk. En de liefde van de man gaat door de maag. Wij gaan ons maagje vullen. Wij staan hier ondertussen in Guaya de Dek. Of Guaya Dek. Hoe zeg ik het? En wij waren aan het rijden en ik zag ineens een Belgische nummerplaat. Wat doet die hier in een verlaten bergdorp? Hier wonen. Mijn neef is eigenlijk hier komen wonen, die net hier naast mij staat. En ik ben hem achterna gekomen. Het is hier heel goed om te wonen in Gran Canaria. En altijd zon. En zitten jullie ook in het toerisme? Ik werk in een hotel, ja, in receptie. Maar ja, dat is pure noodzaak. Ik moet iets doen. En jullie namen de familie hier om te komen eten? Ja, inderdaad. Oké. Okay. Nou, we zijn op vakantie hier. Dan zijn wij heel benieuwd hoe dat het hier gaat smaken. Smakelijk, hè? Ja, en ondertussen hoor je waarschijnlijk dat ik niet meer buiten sta, maar ik zit hier wel degelijk in het grot restaurant. Het is zeker de moeite waard. In the middle of nowhere, in de bergen van Gran Canaria, is het grot restaurant uitgehouden in een grot met verschillende kamertjes. Je kan hier ook feesten organiseren, maar het is een prima restaurant. Wij hebben een mixed grill genomen in het restaurant Varadaro. En ja, het was echt de moeite waard. Maar de avond die valt en er is ook helemaal geen verlichting op straat. Dus wij moeten naar Playa del Inglés. En ik zelf heb ooit een tijd gedacht om hier te komen wonen en werken op Gran Canaria. Maar ja, België blijkt dan toch nog het land van de toekomst te zijn. En het goede doel, die zingt erover. Is er leven op Pluto? En nadien hoor je de Venga Boys to Brazil. Maar wij gaan terug naar Playa del Inglés.
De snaren van mijn hart op aanraden van Dennis Rutschakot hoorde je. Dennis, jij werkt in cafébar Peppermint hier op de Jumbo. Wordt het druk vanavond, want Nederland-Argentinië speelt? Ik denk het wel. We hadden voorheen nooit een tv-scherm staan, maar voor het WK hebben we het gedaan. En 's avonds is het eigenlijk gewoon drukker. Normaal gesproken is het op dit moment wat rustiger in de Jumbo. Maar ja, het is druk en ik verwacht eigenlijk gewoon een goede feeststemming. En het is natuurlijk gewoon, de koning gaat tegen de koningin tekeer vandaag, zeg maar. Of de prins tegen de kroonprinses. Maar ooit worden ze koning en koningin. Dus we gaan ervoor. Oké, dan gaan wij zo dadelijk met de luisteraars van O-Radio naar Café Bar Peppermint in de Jumbo. En gaan wij de sfeer daar opsnijven. Nu weer muziek. Nee, Snijder is dit. Je hoort het, het WK is hier bezig tussen Nederland en Argentinië. Ik laat de kijkers die op dit moment naar de televisie aan het kijken zijn een beetje doen. Want ze zijn aan het genieten van het WK voetbal. Hoewel genieten. Ik sta hier terug naast Dennis, die je daar straks hoorde. En ik zit hier in café-bar Peppermint, waar hij dus werkt. En ik ga eens luisteren naar zijn reactie. Dennis, vorige week hoorden de luisteraars op O-Radio de sfeer van het WK in La Chaparelle. Nu zijn we in café Peppermint. Hoe is de sfeer hier tussen onder ons gezet? Nou, kut. Mag ik niet zeggen. Nee, het is wat tam. Het is ook niet gewoon een leuke wedstrijd. Maar ja, het is gewoon, wij zijn in de straat op het enige Nederlandse café. En dat is waarschijnlijk ook een verschil. Want naast ons is Spaans, aan de andere kant Engels en aan de overkant is Duits. En we zijn gewoon niet zo groot. Maar het is wel erg oranje als je het ziet hoor. Maar ja, het is ook geen leuke wedstrijd om naar te kijken. Eigenlijk het is een beetje tam. Er wordt niet lekker gespeeld. Dus het is gewoon een beetje een tamme bedoeling. We zullen zien hoe de sfeer is na de uitzending en dan komen we terug hier in Café Peppermint. Inmiddels zijn wij 1 uur verder. De uitslag is bekend. 0-0 Nederland-Argentinië. En hier wordt volop een beetje gefeest of niet, want ik zie hier de broodjes frikandel. Ja, tuurlijk wordt er gefeest. En dat hoort er ook bij. 0-0 was goed. En de volgende wedstrijd doen we het beter. Zij mogen verder. Ja, absoluut. Ik heb begrepen dat u hier woont. Ja, klopt. Al heel lang? Sinds 3,5 jaar. En bevalt u? Ik ga nooit meer terug naar Nederland. Waarom niet? Wat is er dan zo specialer dan Nederland? Nou, alleen het weer al. Maar als je nou de hele dag niks te doen hebt, wat moet je dan in Nederland doen om alleen maar achter de ramen naar de regen te kijken? Nee, geen behoefte aan. U bent op pensioen? Ja. En hier de vaste basis gevonden? Ja, absoluut, absoluut. Ik wens u smakelijk eten met broodje kroket of het broodje frikandel. Smakelijk. Oké, dankjewel. We hebben alles gehad voor vanmiddag. Ik wens u nog een mooie dag en ik zie u graag vanavond terug. Je hoort het VRT-nieuws met Martin Tange. Het is zaterdagmiddag. Onder een blakende zon sta ik dit keer niet aan een Nederlands café, maar wel in Grand Chaparral aan een Belgisch café, het Duvelke. En hier kan je genieten van de echte Belgische bieren. Een Kriek Bellevue of een Duvel of een Hoegaard, je vindt hier alles. Je hoort het, niet alleen Nederlanders zijn er hier aanwezig, maar ook de echte Belgen. En eindelijk sta ik dus in café Duvelke met Belgische toeristen, niet Belgen die hier werken of Nederlanders die hier werken. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben jullie hier te zoeken? Hier, ons pintje bier bij onze fretten. Dat is mijn standcaféken. Al 9 jaar. Ik kom hier 9 jaar nu al. Twee maal per jaar. En omdat vet goed bier is, kom ik altijd bij fretten. Nu moest ik wel iets anders hebben. Dan moest ik een eindelijk hebben, een zwaarder bier. Dat eindelijk, dat is goed. Geen kriek? Nee, dat is een beetje te doen. Nee, kriek moet ik niet hebben. Daar hangt er vanaf welke kriek? Geen of ander stok, want die moet ik niet hebben. Wat spreekt u aan Gran Canaria? Het goede weer, vriendelijke mensen en vakantie, niks doen, lekker in de zon liggen. En ja, zo gaat dat, hè. Oei, oei. Ik maak de koffie, zet de tafel en als alles klaar is, dan zeg ik aan mijn vrouw, ja, kom maar, het is klaar. En 's middags, nu heb ik de ajuin al stuk gesneden, de look al stuk gesneden, want we gaan spaghetti saus maken. Voilà. En zo, ja, dat gaat door. Nee. 6,5, 7 uur zijn wij op. Ja. Voor te profiteren van het goed weer, hè, van de dag. Kunt u aan de luisteraars in Antwerpen vertellen wat u het mooiste vindt aan Gran Canaria? De bloemen. Ja, de bloemen en het landschap, ja. Prachtig. We hebben hier al een reis gedaan, hè, met een bus in het gebergte. Maar we moeten het geluk hebben dat het goed weer is.
Want als er mist is, kun je natuurlijk niks zien. En dat hebben wij hebben het geluk gehad. En prachtig, het gebergte. Hier in Café Duveltje komen niet alleen de gewone Belgen, maar ook de BV's, hoor ik. Ja, dat klopt. Eddy Walli, Sam Goris, Frank Galaan, Jimmy Frey, hoe noemt hem? Bobby Prins, hoe ook. Wie heeft hij nog? Ja, dat is ver alles zeker. Hè? En wie zat er wat eens op met de voetballen toen? Dat was Bobby Prins. Oh, Bobby Prins, ja. Ja, Bobby Prins. Dat was het zo ongeveer. En hoe lang hebt u hier het café al? Dat is na oktober, is 11 jaar. 20 oktober. Zit weer 11 jaar in. Wat was uw beroep in België dan? Binnenschipper. 33 jaar. Daar stond mijn boot. Ik ben een echte toerist. En waarom Gran Canaria en niet Creta of Mallorca? Omdat Gran Canaria leuk is. Komen jullie vaker? Ja. En hoe lang blijven jullie nog? Nog anderhalve week. Doen jullie enkel het strand of een huurauto of een excursie? Nee, alleen zwembad en strand. Het is niet handig met kinderen, excursies. Er zijn ook leuke met een boot of zo. Ja, maar hij is pas een jaar, dus niet zo handig. Maar het bevalt jullie? Ja, heel erg. Erg mooi weer, dus erg leuk. Oké, nog een fijne vakantie, bedankt. Het is weer een drukte van je welste. We zijn enkele dagen verder en ik sta hier op de woensdagmarkt van Vecindario. Vecindario is een dorp waar heel veel mensen wonen die in Playa del Ingles en Maspalomas werken. En woensdag en zaterdagochtend is hier één grote markt met slechts 10-20% toeristen. Dus vooral Canario's die hier hun schoenen, kleren, maar ook hun groenten en fruit kopen. Ook kippen, ratten, katten kan je hier kopen voor huisdieren. En ook heel veel speelgoed. Een drukte van je welste. En wij gaan terug over naar de studio voor muziek. Bikini bañador a euro! Zo, de rust is wedergekeerd. Wij zijn teruggekomen van de markt van Vecindario. En ik ga mijn laatste avond vieren, maar dat kan natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan door langs te gaan bij restaurant Dalis. Het enige Belgische restaurant in de Jumbo op de tweede planta, op de tweede verdieping. Die al reeds, ik geloof, 7 jaar wordt opengehouden door een Belgische kok. Hij is niet geboren in Antwerpen, maar wel getogen. Dag Gerry. Goedemiddag. Je mag gewoon Antwerps klappen. Ik moet eigenlijk even nadenken hoe dat nog gaat, maar ik denk het wel. Na 25 jaar in Antwerpen gewoond te hebben, het accent verleer je dus nooit. Ook niet hier in Spanje. Je hebt 25 jaar in Antwerpen gewoond, wat heb je daar gedaan? Ik ben eigenlijk verpleegkundige geweest in Antwerpen. Heb een paar ziekenhuizen bezocht en heb dat gedaan tot 97. Hij leeft hier voortdurend tussen de Nederlanders en Duitsers, maar eigenlijk kan hij gewoon Antwerpen. Ja, inderdaad, dat Antwerpse moet even rouleren in de mond, zal ik zo maar zeggen. Hè? Maar het komt, hè? Dat komt geleidelijk aan terug. Waarom heb jij dan na 25 jaar Antwerpen Gran Canaria gekozen? Ik ga nu niet zeggen voor de entourage of eigenlijk voor de gezelligheid. Want eigenlijk vind ik Antwerpen nog veel leuker en veel gezelliger. Maar het weer. Het zalige weer, de rust en eigenlijk geen stress of veel, veel minder stress als in ons goede oude Antwerpen. Dat weer, dat blijft hem het hier toch doen bij de Belgen en Nederlanders die hier werken. Hè? Wel zeker weten, je mag de zon niet vergeten. Dus het ganse jaar door lijkt een gewone gezellige maand mei bij jullie. Ze noemen het ook de eilanden van de eeuwige lente en dat klopt. En heb je dan geen heimwee terug naar de koekenstad? Eigenlijk feitelijk wel, ja. Het enige wat ik zeker mis, en zeker na het horen van La Estrella, haar Onze Lieve Vrouwentoren, die mis ik verdomme heel hard. Schrik om terug te gaan? Schrik, eigenlijk weet ik dat niet. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Kijk, je moet ook verstaan, als je ergens op bezoek gaat, is het helemaal anders dan dat je terugleeft. En ondertussen op 7 jaar tijd, denk ik wel dat Antwerpen ook heel sterk veranderd is. Zie ik eigenlijk te beleefd? Ik kan niet precies geen Antwerpen meer spreken. Ik weet het niet. Jol, dat komt. Ja, weet je wat ik mankeer? Het zijn eigenlijk hier veel Antwerpeners hier op Thailand en die zijn nu allemaal weg. Dus, en ik mis mijn Antwerpen wel, ja. Dat klopt. En ga zitten hier niks te vertoe, ogenblik. Ik heb hem nog niet gezien. De tijd zit erop.
en we varen weer thuis. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij... Goed, we laten Antwerpen even achterwege. En wij zitten hier dus met uitzicht op de palmbomen bij jouw Belgisch restaurant. Heb jij speciale specialiteiten of suggesties van de chef? Die hebben we allemaal natuurlijk. Hè. Laat ons zeggen, als Belg, dat we toch eigenlijk een beetje fier en trots mogen zijn op ons keuken. Want tot mijn grootste verbazing kunnen de mensen niet eten, bijvoorbeeld. Ze maken van veel een drama, terwijl dat het soms gewoon eenvoudig kan. En dat is het grootste succes bij ons in Dalis. De meeste Belgen die denken, oh, Belgische keuken, frieten. Nee, wel ja, de friet hoort er natuurlijk bij. Maar wat mij eigenlijk geweldig tegensteekt is, vooral hier in Spanje, wordt er gewoon weer over Franse friet gesproken. En eigenlijk niet over Belgische friet, want als je spreekt over een Belgische friet, bekijken ze je heel verwonderd. Dus geen frieten in Dalis. Maar wel zeer lekkere gratin en kroketjes. Die wel. Die mogen niet missen, hè. Maar gewoon niet vergeten, de kroketten, zowel voor Dollehanders als voor de Belgen. Ja, het blijft toch echt eigenlijk een symbool, zo, hè. Een goede kroket. Er is eigenlijk zoveel aan te bevelen, maar eigenlijk de preferé dat ik eigenlijk het liefst van al maak, dat zijn de scampi's. De scampi's en de kreeft. Zonder kwetsend over te komen, maar waarschijnlijk beaam je het. De inrichting van jouw zaak heb je zelf gedaan en het ziet er... een beetje ouderwets of hoerig uit? Nou, die vraag had ik natuurlijk wel verwacht van een Belg. Wel, levensgat, ik ga dat eerlijk zeggen. Ik heb vele jaren in de Rossebeurt, in de Zirkstraat gewoond. Dus ik weet van niet beter. Maar, het valt dus heel hard mee. Zeker vooral voor de nichten. Het is wat nichterig, maar het valt heel goed mee, ze. Ik vind dat de luisteraars zeker eens moeten langskomen en ook niet alleen naar het entourage kijken, want er hangen ook schilderijen. Ja, het is een zotte bevlieging van mij na al die jaren dus terug aan te vangen dus met schilderen. En laat ons dus zeggen, wel, dat we hier op Gran Canaria, op Playa, zelfs met twee Vlaamse schilders zijn. En we proberen toch een beetje de Vlaamse school... in de schilderkunst voor te zetten, maar dan wel de klassieke kunst. Dit is het lied van mijn keukenprinsesje en zij heet Joke. Joke, stop toch met koken, kom uit de keuken. Gerry, je bent nu 7 jaar kok en daarvoor verpleegkundige in Antwerpen. Leg me dat eens uit. Welstaan, dat is eigenlijk een heel gemakkelijk antwoord te geven. Voilà, je verzorgt eerst al die jaren de mensen in zijn geheel. En dan gaat u specificeren tot één orgaan. Dus ik verzorg nu de maag. Is dat je zo gedacht? Actualiteit en nieuws op het half uur. O-Radio Antwerpen. Dit is het O-Radio nieuws. Het eerste solderweekend was een succes. Om terug te komen op jullie Dali-stoppers Chateaubriand Harlequin. Hoe ziet dat eruit? Ja, ik zou zeggen, proef hem even. Dan vindt het echt dat hij eruit ziet. Dan kun je hem beter beschrijven als ik. Wel, kijk, een Chateaubriand, Harlequin. Het is een woord. Mag je niet vergeten, voor ons klinkt alles zo normaal. Maar als ik dus veel Engelsen hoor spreken over een chateau en over een tornado, die me dan vragen waar de biefstukje blijft. Ja, beginnen we ons vragen te stellen dus. Geeft er gewoon een mooie fantasie naam aan. Maar een Harlequin, Chateaubriand Harlequin bij ons is dus gewoon weg een Chateaubriand. Dus gratineertjes met briekaas. Je kent natuurlijk béarnaise en champignonroomsaus, maar verzin je zelf ook sausen. Bijvoorbeeld vorige week op mijn verjaardag had ik toch wel een zeer vreemde combinatie. Je bent ook een vreemde jongen, dus... ja, als je kijkt... we moeten altijd iets bij fantaseren natuurlijk. Ja, ik fantaseer heel graag. En heel graag zelf. En effectief, de saus die jij gekregen hebt, dus de peperoom, zoals met aardbeien en met port, is dus eigenlijk een lekkernij. Dat klopt, ja. Gerry, ik zou zeggen aan alle O-radioluisteraars die de komende maanden of jaren naar Playa del Inglés komen, dat ze dus zeker een beroep moeten doen op jouw kookkunsten. En die vind je in restaurant Dalis, het enige Belgische restaurant trouwens in de Jumbo op de tweede verdieping. En dat ze natuurlijk ook hun ogen de kost geven van jouw schilderijen, die trouwens ook te koop zijn. Jij hebt trouwens ook nog een mededeling.
Een mededeling zeker en vast aan alle mensen natuurlijk en luisteraars van Antwerpen. Dat ze van harte welkom zijn. En tevens via deze weg ook mijn bedank aan Ula en Hugo van Bistro Royal op de Veemarkt. Met wat ik nu hier behaald heb, dank ik heel veel aan hun. En ook nog voor een paar vrienden uit het Antwerpse. Geri, Luc, tot een van de maanden. Voilà, veel kookplezier en ik weet zeker dat het zo dadelijk hier gaat smaken. He's my favorite DJ. Niet alleen Martin Tange, maar ook Kate Ryan hier. En ik sta hier op dit moment in het Jumbo-centrum bij Macho Macho. Het is een café eigenlijk van de twee dezelfde eigenaars. Harry en Marco die hebben al enkele jaren de zaak hier. Zo dadelijk komt er hier een drag queen of een travestie optreden. Het wordt dus zeker de moeite waard. En blijf luisteren hier bij O-Radio. Nou, de Macho Macho zit hier al 5 jaar... De box zit hier nu 2 jaar. En dat is een beetje een bar wat voor Hollanders, Duitsers, maar ook Belgen heel gezellig is. Waar we elkaar ook een beetje verstaan. Dat is voor Hollanders en Belgen heel belangrijk natuurlijk. Al zijn we op Gran Canaria. Bovendien, het personeel is heel gezellig. De eigenaars, hoop ik, zijn ze heel gezellig. En tot dusver zijn de klanten ook heel gezellig. Dus alle reden om te komen. Er zijn wel een hoop Nederlanders die me kennen. Maar... of je daar een bekende Nederlander mee bent, weet ik niet. Kennen ze jou dan via Macho Amsterdam of via cd's? Of muziek, of de televisie, of de radio? Want? De meeste Belgische mensen en Duitse mensen kennen me van Macho Macho Gran Canaria. De meeste Hollanders kennen me van Macho Macho Amsterdam. En een gedeelte daarvan kennen me van Macho Macho Marco Leander. Want Marco Leander zingt ook. Ja, ja. Nee, zong ook, hè, zong ook. Ik zing heel weinig meer. Dat was heel leuk, maar was. Dat is Gran Canaria, Macho Macho, de box en Harry. Oké, bedankt. Ik sta nu naast Harry, de vriend van Marco. Hij is ook mede-eigenaar natuurlijk van Macho Macho en de box. Waarom heb jij in de tijd Macho Macho of Macho in Amsterdam verlaten? En waarom ben je naar Gran Canaria gekomen? Nou, dat kan ik je heel makkelijk vertellen. Ik was vroeger altijd kapper. Ik heb 2 grote kapsalons gehad in Nederland. Een hele hoop man personeel en een hele hoop stress. Iedere dag 's morgens in de file. En het was eigenlijk Marcus' idee om naar Gran Canaria te verhuizen. En omdat ik iedere dag in de file stond, was ik dat heel zat. Dus daarom ben ik de gok aan gegaan. Omwille van de files. En de zon? De mooie Spaanse mannen. Oké. School. Vanuit Café de Box, Gran Canaria, luister jij naar O-Radio Antwerpen. Je hoort het misschien aan de vliegtuigen. Ik ben op dit moment aan het wachten op een vliegtuig dat reeds een half uur vertraging heeft. Ik ben op het vliegveld van Gran Canaria. Het is vrijdagmiddag 11 uur en we hadden al lang de lucht ingemoeten met het vliegtuig. Ik heb in elk geval 3 weken lang heel veel genoten dat ik mocht presenteren vanuit Gran Canaria. En Made in Holland gaf mij hier een verzetje. Het was een heel turbulente, zware vakantie, maar ik heb er enorm van genoten. En ik vlieg zo dadelijk met een klein hartje terug naar België. Het lijkt me dan ook een zeer toepasselijk nummer. Geef mij vleugels van Kim Lian. En geef mij ook vleugels. Ik zit zo dadelijk in de lucht. Bedankt voor het luisteren. En volgende week dan zijn we terug in de Londenstraat in Antwerpen. Bye bye, Gran Canaria. Ik zal je missen. Salida del vuelo TUI Airlines Belgium 5182 con destino Bruselas. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número A32. Zee met meer.